Jay, man of the match, terecht? Nou, weet ik net zo niet. We hebben het met z'n allen gedaan, denk ik. Deze 0-0 eruit gesleept. Had misschien wel eens meer ingezeten, maar elke wedstrijd is een teamprestatie, vind ik. Dus. De eerste helft was Sparta eigenlijk de betere partij? Ja, de eerste 20 minuten ongeveer moesten we even aanvoelen. We hebben nog nooit in het systeem gespeeld, 3-4-3. Maar ik denk dat we daarna goed hebben opgepakt. En ja, wel de overhand hadden, denk ik. Jij was de man centraal achterin. Was dat voor jou de eerste keer? Nou, eigenlijk de tweede keer. De eerste keer was tegen Topos uit een keer. Dat is ook incidenteel, vandaag ook. Maar ja, ik heb wel eens in de jeugd daar gespeeld, dus ik weet wel wat ik moet doen. Samen met Gijs, die vorige week debuteerde, wat zeg je tegen zo'n jongen? Dat hij gewoon moet doen wat hij altijd doet. En ik heb het ook meegemaakt hoe het is om voor het eerst een wedstrijd te spelen, voor het eerst een basis te starten. Dus je moet gewoon doen wat je altijd doet en dan komt het goed en je helpt er gewoon nabij. En ja, ik denk dat we gewoon met z'n drie achterin goed hebben gedaan. Vond je ook niet dat je dat Eindhoven de tweede helft beter uit de kleedkamer kwam? Ja, veel beter. Wat ik al zei, de eerste helft was even aanvoelen. Maar we zijn weer rustig tegen elkaar dat de tweede helft gewoon bovenop moest knallen. En ja, laten zien dat we hier eens willen van maken, punt pakken. Of misschien wel drie. Ben je tevreden met het punt? Nou, ik vind dat we wel meer in had zitten. Ik denk dat we wel scherper voor de goal hadden kunnen zijn. Maar van de andere kant, Sparta is ook, was ook niet echt scherp voor de goal. Ze hebben ook een paar keer goed weggekomen. Dus ja, ik vond wel er iets meer in had gezeten. Ja.